Het gaat ook goed met jou, of niet? Volgens mij mag ik niet klagen, want ik hoor van allerlei radiostations door heel Nederland eigenlijk hoor ik terug dat ik best goed gedraaid word en de belangstelling is gewoon goed. Radio NL heb ik heel veel steun van gekregen. Ik hoop dat het natuurlijk nog veel meer gaat worden. Ja, kan niet op. Ik wil heel graag nog sowieso een single maken, eind van het jaar. Ik heb alweer een tekst klaar, dus ik ga nog even een proefopname maken binnenkort. En dan laat ik dat de cd-hal, dat is mijn platenmaatschappij, laat ik dat dan horen. En ik zou stiekem heel graag weer wat in het dialect willen doen, maar dat is denk ik voorlopig nog geen optie. Waarom ben je eigenlijk uit de dialecthoek weggegaan? Omdat de commerciële markt daar toch niet eigenlijk goed op inspeelt, landelijk gezien. Het was voor 10 jaar terug zong ik heel veel in het dialect, maar dan beperk je je tot een heel select groepje Nederland. En dat is echt Oost-Nederland, een klein beetje Gelderland nog. En niet dat ik daar geen voldoening uit kreeg, maar toen mocht het ook nog niet helemaal. Toen was er nog een beetje fout wat ik toen deed. Nu, gelukkig, komt het dialect landelijk, voor alle uithoeken, komt er steeds meer bovendrijven. Ik denk, ha, gelukkig, eindelijk, het mag. Ik heb gelukkig op het album van Helemaal Te Gek, er staat 1 blues nummer op in het dialect. Ik weet niet of jij die kent? Mut het allemaal met. De luisteraars kennen hem vast wel. TV Oranje die draait hem ook geregeld. Dat heb ik zelf geschreven, het is blues, dus ik hoop toch dat ik op een of andere manier daardoor opval in de muziekwereld. Iedereen die nog belangstelling heeft en die denkt van goh, ik ga eens een kijkje nemen op mijn site, mag ik wel noemen hè? Ja, kijk rustig op www.annettenikamp.nl.